Ja, voordat we naar ArcGIS Velocity gaan kijken, kijken we dus eerst naar het ArcGIS dashboard. We kijken hier naar een actuele situatie van treinposities die ik met de ArcGIS Velocity binnenhaal via een API van de NS. En in dit nieuwe dashboard, dat vannacht gereleased wordt, zitten een aantal nieuwe functies. Zo zien we hier bijvoorbeeld aan de linkerkant een widget. En die widget wordt pas gevuld nadat ik een selectie heb gemaakt in de kaart. In dit geval toont hij de gemiddelde snelheid van de treinen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een widget zijn, zoals we hier aan de linkeronderkant zien. Die pas actief wordt zodra ik uit een lijst een bepaald type treinen selecteert. Bijvoorbeeld alle sprinters. En hij toont daar vervolgens de top 3 van de meeste stations met de meeste treinen. Voor een sprinter is dat bijvoorbeeld Amsterdam. En ga ik naar Arriva toe, dan zou je zien dat dat vooral aan de oostkant van Nederland is. En dat klopt zeg maar met de kaart, zoals we die hier zien. In het midden zien we een lijst. En in het nieuwe dashboard kunnen we ook de lijsten voorzien van arcade-functies. Waardoor we veel attractieve weergaves kunnen krijgen van de posities van treinen. He, zo kunnen we bijvoorbeeld zien de status van de trein. Of die rijdt of dat die stilstaat. De snelheid van de trein, welke richting die opgaat. Maar ook het plaatje. En hoe doen we dat nu in het dashboard? Als ik de eigenschappen van deze lijst bevraag, dan zie ik nu dat we de optie Arcade hebben. En daarmee kunnen we allerlei expressies gaan definiëren. Zo hebben we hier aan de bovenkant bijvoorbeeld gedefinieerd dat als de trein van het type Intercity is, dat er een bepaald plaatje tevoorschijn komt. En als het van Arriva is, dat er een ander plaatje tevoorschijn komt. Zo zien we hier onderaan bijvoorbeeld staan de statussen van de treinen. He, dus als een trein een station binnenrijdt of rijdt of stilstaat. En op deze manier krijgen we dit soort rijk gevulde lijsten te zien. En zo zien we bijvoorbeeld dat hier een trein die staat stil en die staat buiten het station. Goed, hoe hebben we nu deze real-time data hebben we die binnengehaald in dit dashboard? Nou, daarvoor heb ik gebruik gemaakt van wat ik al eerder aangaf, ArcGIS Velocity. ArcGIS Velocity is een nieuwe extensie in ArcGIS Online. En daarmee is het mogelijk om real-time feeds binnen te halen. Dat kan vanuit een ArcGIS service zijn. Maar dat kan ook vanuit een IoT-platform zijn, zoals Azure of Amazon. Of het kan bijvoorbeeld via Kafka of MQTT plaatsvinden. Als ik naar feeds toe ga, dan kan ik daar één of meerdere feeds definiëren. En dat heb ik dus ook voor de NS-tracks gedaan. En we zien hier de properties ervan. We zien de preview van de data. En vervolgens zien we de URL van de NS-API die ik bevraag. En die wordt iedere 20 seconden wordt die bevraagd. En vervolgens zien we aan de onderkant welke data er van de feed binnen gaat komen. Zodra we een feed hebben gedefinieerd, kunnen we die gaan gebruiken in een real-time analytic. We kunnen één of meerdere van dit soort workflows definiëren in ArcGIS Velocity. Nou, dat heb ik dus ook gedaan voor de NS-data. En die workflow, die real-time analytic, die zien we hier. Dus aan de linkerkant zien we de real-time data die binnenkomt. Vervolgens één of meerdere functies die we kunnen gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld de data gaan verrijken door functies los te laten, zoals een calculate of een filter op geometrie, om bijvoorbeeld geofences te maken. En tenslotte komt er output uit. En output kan in de vorm bijvoorbeeld van een feature service zijn of een stream service zijn. En die zien we hier aan de rechterkant gedefinieerd. En al deze services, de stream services, feature services, die zijn vervolgens zichtbaar direct in mijn ArcGIS Online omgeving. De service die ik gedefinieerd heb, die zien we hier staan. Maar naast de services is ook de workflow, de real-time analytic, is een item geworden in het portaal. Zodat deze eenvoudig te delen is met andere gebruikers binnen je portaal. Goed, laten we eens kijken naar andere feeds die we hebben. Ik heb hier een feed gedefinieerd op basis van AIS-data. AIS-data is data van scheepsposities wereldwijd. En ik heb zelf thuis een AIS-antenne hangen. En daarmee ontvang ik tussen de 200 en 300 schepen die in de buurt van mijn huis zich bevinden. Die informatie stuur ik door naar de website van de AIS Hub. En als tegenprestatie mag ik hun API mag ik gaan bevragen. En dat doe ik. En dat doe ik iedere minuut. En daardoor krijg ik alle
schepen die in de buurt van Nederland en op de Noordzee liggen, krijg ik tot mijn beschikking. Nou, ook deze feed die kan ik natuurlijk weer toepassen in een real-time analytic. En dat levert weer een soortgelijke plaat op. Hè. Dus we zien aan de linkerkant de real-time data die binnenkomt. Er worden wat analyses op losgelaten, of een calculate en een geofences worden berekend. En aan de rechterkant zien we de output. En dat kan de laatste actuele positie zijn, maar we kunnen de data ook gaan opslaan, zodat we een archief kunnen opbouwen. Nou, als je dat iedere minuut doet, dan wordt het al vrij snel een vrij groot archief. En wat je met ArcGIS Velocity nog meer kan doen, behalve het analyseren van real-time data, is de data achteraf analyseren door middel van een big data analytics workflow. En zo heb ik dat gedaan voor deze AIS-data. En de workflow ziet er als volgt uit. Ik haal het archief op. Ik filter daarop. Dus ik kan bijvoorbeeld aangeven, ik wil dat van de laatste maand zien. Dus laten we zeggen van de maand maart. En vervolgens maak ik van deze posities, maak ik via Reconstruct Tracks, maak ik routes van de schepen. En dat resultaat kan ik vervolgens weer wegschrijven naar een feature service toe. Ik kan in plaats van het wegschrijven naar feature service toe, dit ook wegschrijven naar een IoT-omgeving toe. Dus bijvoorbeeld naar Amazon S3 of naar een Azure Blob. En dat is wat ik hier aan de bovenkant heb weergegeven. Zo'n Big Data Analytics kan ad hoc worden gestart, maar kan ook periodiek worden ingepland. Als ik nu zo'n Azure Blob Store gebruik om mijn archief op te slaan, hè, dus ruwe data, dan kan ik die ook bijvoorbeeld gaan gebruiken in ArcGIS Pro. In ArcGIS Pro heb ik hier de data staan van 1 week, hè, dus van Nederland en een stuk van de Noordzee. En deze data die kan ik in een lokale Big Data Connection opslaan. En binnen zo'n Big Data Connection hebben we dan vervolgens Big Data Feature Classes. Deze feature classes kunnen we vervolgens gaan gebruiken in de GeoAnalytics of de Big Data desktop tools in ArcGIS Pro. En één daarvan is de Reconstruct Tracks. Nou, ik heb hem hier al klaarstaan, hoe die eruit ziet. Dus ik maak een connectie naar de feature class toe, stel een aantal parameters in en geef bijvoorbeeld ook aan hoe de data gesplitst moet worden. Nou, het resultaat ziet er dan als volgt uit. Dus we krijgen allerlei lijnen te zien die de scheepvaartbewegingen weergeven. Dit is voor een week. Voor de hele maand maart praten we over 200 miljoen records, posities. En dat levert ongeveer 400.000 vaarroutes op. En die zien we hier verschijnen. Nou, als ik hier een ArcGIS Pro heb, dan kan ik daar vervolgens vectortells van gaan maken. En als ik vectortells heb, kan ik die vervolgens in de ArcGIS Online gebruiken in andere applicaties. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren in de applicatie die ik hier heb. Dit is een vessel traffic app. En hier ziet de data er eigenlijk veel spectaculairder uit, denk ik. We zien dezelfde vectortells, alleen nu opgesplitst in verschillende lagen. Dus ik kan bijvoorbeeld aangeven, ik wil de passagiersstromen zien. Of ik wil de tankers gaan zien. Nu is het zo dat deze app eigenlijk oproept tot vragen. Hè? Wat voor patronen kunnen we hier ontdekken? Nou, dat wil ik later in de ochtend wil ik daar verder op ingaan. Voor nu wil ik het hier even bij laten. Hè? Dus we hebben gezien dat met ArcGIS Velocity we real-time data kunnen processen en bewerken. En vervolgens dat kunnen doorsturen bijvoorbeeld naar ArcGIS Pro of naar ArcGIS Online naartoe. En nogmaals, ArcGIS Velocity is een volledige cloud-native oplossing bovenop ArcGIS Online.